Erik, afgelopen zondag kreeg jij klappen van twee zwanen. Ja. Waarom? Ze waren een beetje narrig. Ja, waarom waren ze narrig? Nou, een van hun jongen die was verstrikt geraakt in het net daar. En ik zat aan de overkant bij twee vrienden die allebei Daan en Daan heten. En er stonden hier al een minuut of tien, kwartier, stonden er een aantal mensen. En iemand anders ging op een gegeven moment even kijken. Die vertelde, god, er zit een zwanenjong vast. Dus ik denk, nou, toch maar eventjes kijken. En iedereen blijft maar een beetje staan. En toen had ik zoiets van, nou, dan moeten we er maar in. Ja, ik had hem los. En toen schoot hij weg. En toen pakte hij het volgende gat. Dus toen zat hij weer vast. En nou ja, bij de tweede poging gelukt. Dus ja, dan moet je gewoon even rustig blijven staan. Maar we zijn ondertussen weg. En pa die had nog zoiets van, Heb je dan nog oogcontact met vader? Kijk je hem dan diep in zijn ogen, want jij gaat mij niks doen? Nou, ik hou hem wel in de gaten, ja. Maar het is niet zo dat we een één-op-één blikwisseling hebben. Zo van, tot de volgende keer of zo. Dus, jou kom ik nog wel een keertje tegen, vriend. En uiteindelijk publiek. Ja, ja. De applaus. Ja, ja, dat is dat gaat als meestal bij euforie van de redding. Ja, mooi toch? Ja, ik moet trouwens zeggen, er was één dame die had toen ik nat en al even terugliep naar Daan en Daan. Had 20 euro achtergelaten om een biertje te drinken en had niet gehoeven, maar het werd wel gewaardeerd. Dankjewel.